Ik heb mijn behandeling hier in dit ziekenhuis ervaren als heel bijzonder, heel speciaal. Ik ben op mijn gemak gesteld en ik zou iedereen adviseren hier naartoe te gaan. De afdeling radiotherapie maakt deel uit van het oncologisch centrum van het Katrina Ziekenhuis Eindhoven. En wij behandelen alle patiënten uit het Katrina Ziekenhuis, maar ook uit de hele regio Eindhoven, Veldhoven, Uden, Gelderop en Helmond. Ik heb het radiotherapeut voor het eerst ontmoet samen met mevrouw in het ziekenhuis in Uden. Want daar heb ik het eerste gesprek gehad en dat vond ik al een heel fijn gesprek. Dat gaf eigenlijk voor mij toen al van, je bent heel welkom in het Katrina Ziekenhuis. Ik denk dat wij zo goed scoren in het onderzoek, omdat er op de afdeling veel aandacht is voor de patiënt. De patiënt staat centraal en dat zie je bijvoorbeeld aan het eerste kennismakingsgesprek, waar ruim minstens een half uur tot een uur voor uitgetrokken wordt. De professionaliteit blijkt dus onder andere uit hoe word jij als patiënt benaderd, hoe gaan zij om met jouw ziekte, welke instructies worden gegeven, de manier waarop de instructies gegeven worden en met name toch de uitleg wat er allemaal gaat gebeuren. Dat is toch wel heel belangrijk en het wordt hier heel goed gedaan. Wat u nu het beste kunt doen is rustig de hand op de buik leggen. Ja, en probeer maar alvast diep in en uit te ademen naar de buik. En dan voelt u uw handen ook op en neer komen. Patiënten die hebben een vaste radiotherapeut. Dus zij zien elke keer bij elke controle dezelfde radiotherapeut. En zelfs als ze bijvoorbeeld over 5 jaar terugkomen, dan zijn ze nog steeds gekoppeld aan die persoon en komen ze daar weer bij terug. Hallo, goedendag. Het is natuurlijk nooit leuk om hier te moeten komen. De keren dat ik hier met haar een gesprek heb gehad, ook met mevrouw samen, die 3 keren, dat was echt steeds een goede evaluatie. Ook naar aanleiding van je bijwerkingen die je hebt. En je kon je steeds je verhaal kwijt, je kreeg er heel goed antwoord op. Dat gevoel had ik ook tijdens de radiotherapie, dat je een groep mensen hebt die jou dagelijks behandelen en dat je elke keer weer dezelfde gezichten ziet die jou tips geven, die jou advies geven. En dat is heel bijzonder. We hebben verschillende hoofdsteuntjes en we gaan straks eerst even kijken welke het beste bij uw achterhoofd aansluit. Dat u goed ligt en dat u overal genoeg steun heeft. Ja, heel, heel persoonlijk, dat vooropgesteld. En uiteindelijk is dat hetgeen waar het ons om ging. Kijk, wat er gebeurt met de bestraling in je lichaam, dat is gewoon, dat gebeurt gewoon. Dat is, en dat moet ook gebeuren, maar daaromheen is dan uiteindelijk door die aandacht en door de persoonlijkheid geeft dat gewoon de positieve invulling om er weer verder mee te gaan. Ligt u goed zo, meneer? Ja hoor, prima. Gaan we het apparaat nu draaien en gaan we hem in de juiste positie weer zetten. Oké. Het voelde hier alsof ik in een veilige haven kwam. De mensen geven je het gevoel van, hier ben je veilig, wij zorgen voor je. Wij weten wat het probleem is en wij gaan daarmee aan de slag. En dat is ook een gevoel van comfort wat ze je geven, wat natuurlijk in onze situatie heel belangrijk is.